Zaterdag 3 juli was het in Amsterdam op de Dam tijd voor de finale van het KNVB Kalfbeestraatvoetbaltoernooi. Bij de jongens E-pupillen streden Urk E1 en de Sterren van Morgen uit Breda om de titel Nederlands kampioen straatvoetbal. Al na 1 minuut kwam Urk op voorsprong. Een bal die verkeerd wordt ingeschat door Urk zorgt voor de gelijkmaker. De laatste 3 minuten van de wedstrijd waren zenuwslopend voor de spelers en supporters. Uiteindelijk moest er worden verlengd. Wie scoort, die wint. Door dit doelpunt won de Sterren van Morgen en is daarmee de nieuwe Nederlands kampioen straatvoetbal. Finale? Ja, zeker. Toen het 3-2 stond, dachten we, ja, we hebben al gewonnen. Maar toen scoorden we nog en toen werd het heel moeilijk. Maar in de verlenging toch gewonnen? Ja, dat wel. En zijn jullie de terechte winnaar? Ja, dat vind ik wel.